We hebben voor de Witte Donderdag een plek hier op het liturgisch centrum gekozen. En je ziet het, het is nog in volle opbouw en restauratie. Achter mij het oude hoofdaltaar, waar vroeger de mis werd voor opgedragen met de priesters met de rug naar de mensen. Hier zie je nog de oude afscheiding. En hier zal straks het nieuwe liturgisch centrum gemaakt worden. Wat een prachtige plek om hier stil te staan bij Witte Donderdag. Ik heb een tafel in deze puinhoop neergezet. Want bij Witte Donderdag hoort de tafel, het breken en delen. Na Palmzondag was Jezus alleen nog maar achtergebleven met zijn leerlingen, zijn familie, zijn vrienden. Al die mensen die met palmtakken stonden te zwaaien, die waren verdwenen. Die waren teleurgesteld. Zij dachten een koning van macht, van kerkelijke macht en van wereldlijke macht in hun midden te hebben. Maar nee, ze begrepen het niet en druipten af. En wat moet Jezus nu? Jezus die moet nu toch iets proberen over te brengen, want hij voelt dat het fout afloopt. En ik denk aan wat Jezus daar gaat doen, aan wat mijn oma mij ooit heeft meegegeven toen ik een klein jongetje was. Toen zij op het sterfbed lag, nodigde ze mij en mijn broers uit en ze gaf ieder van ons een fotootje. Met erachter een persoonlijke tekst. En dat fotootje en die tekst heb ik nog. En ze zei, als je verdrietig bent, als je kracht en liefde wil ervaren, kijk dan naar dat fotootje en weet dat ik heel dichtbij je ben. Zo ging Jezus ook naar een bovenkamer. En kijk, een bovenkamer is het. En in die bovenkamer gingen zij een maaltijd houden. Het Pesachmaal. In de Joodse traditie, want Jezus is een Jood, een schriftgeleerde. In die Joodse traditie viert men met Pesach, zoals de lente komt. Viert men dat ze bevrijd werden uit de slavernij van Egypte. Dat ze heel snel voedsel mee moesten nemen. Voordat ze die doortocht maakten door die Rietzee. En dat brood, dat teken, die herinnering aan die bevrijdende geschiedenis van God met mensen, dat vieren ze met Pesach. En zoals een goed Jood dat betaamt, zochten ze een plek om met z'n allen rond die tafel te gaan zitten. En Jezus voegde daar iets aan toe. En de boodschap van Jezus was en is, zoals ook afgebeeld wordt op dit hongerdoek. Jezus wil dat hij gaat wonen in ons hart en in ons midden. De hemel die neerdaalt. En de vraag van ons is of wij dat beantwoorden, ons hart daarvoor openen. Hij wil ons voeden. En daar staat die regenboog ook voor die we hier zien. Die regenboog van dat verbond, dat initiatief van God die ons wil voeden. En met dat in zijn achterhoofd vierden ze dat laatste avondmaal, het Pesachmaal. En Jezus voegde er iets aan toe. Laten we de tafel gaan dekken. Brood, wijn,
gewone bosbloemen, zoals wij dagelijks bij bijzondere gelegenheden ook aan tafel gaan. Candlelight. En op Witte Donderdag ook altijd spullen van de voedselbank die we meenemen om verbonden te zijn met allen die onze hulp en onze steun zo hard nodig hebben. Maar vooral brood en wijn. En daar zittend rond die tafel probeerde Jezus iets toe te voegen aan dat Joodse paasmaal. Hij nam brood. En hij zei: breek en deel dat met elkaar. En blijf dat doen, ook als ik er straks niet meer ben. Want weet je, als moleculen niet meer splitsen, gaat het leven dood. Als wij niet in staat zijn te blijven breken en delen, geven en ook ontvangen, komen we ook op een doodspoor. En zoals zo prachtig wordt uitgebeeld op het hongerdoek, het geloofsdoek, gaat het om het leven. Gaat het om het zijn. Dat het hebben mag overwinnen. God wil wonen in ons hart en in ons midden. En kijk naar die boom. Die boom die dat verbindt. En zelfs in het kwaad, in het oorlogstuig, dragen de wortels nog vruchten. Het is Gods initiatief. Hij wil wonen in ons hart. Het is een goddelijk en hemels gebeuren. En zo ook met de wijn, zoals hij zei: dit is mijn lichaam. Met de wijn verwees hij naar zijn bloed. En je weet het, als bloed niet meer stroomt in je lichaam, ga je dood. God, door Jezus, wil ook ons als levend bloed zijn. Ons levend houden. Deel van ons zijn. En met die twee tekens vieren we op al die plekken over de hele wereld op deze Witte Donderdag het laatste avondmaal. En hij voegde er nog iets aan toe. En het evangelie van Johannes heeft dat een heel belangrijke plek. Dat het gaat om dienstbaarheid. En wat je niet verwacht, dat iemand zoals Jezus de voeten ging wassen van zijn leerlingen. Zo vertelt Johannes in het evangelie. Dienstbaarheid. Niet de grootste willen zijn, zoals ook in Palmzondag al duidelijk werd op het ezeltje, maar er zijn voor elkaar. Alleen dan kan die hemel die aarde raken. En die leerlingen, die begrepen het. Hoewel, misschien begreep eentje het wel te goed. Een zekere Judas. Hij voelde van: Jezus, je bent verkeerd bezig. Ze begrijpen je niet. Ik begrijp je niet. En hij ging er vandoor. En we weten, hij liet zich door geld, door penningen leiden. Na dit teken gingen de leerlingen op weg naar de tuin van Gethsemane. Verlatenheid. En die verlatenheid, die je krijgt ook een plek door de tafel weer te ontruimen. Door ons voor te bereiden op dat wat komen gaat. En we voelen allemaal wat er komen gaat. De Romeinen, de schriftgeleerden, het volk. Men heet niet wat we met die Jezus moeten doen. En Jezus voelt dat. Hij zal tot het einde moeten gaan. Verlatenheid. Thank you.
in die verlatenheid willen we bidden. We ontsteken de kaars van hoop en troost in deze coronatijd. En laten we nog even zoeken naar woorden van gebed. En de kaars daarna brengen naar de dagkapel, naar de Mariakapel, waar we de komende 24 uur mogen waken, waar we ons voorbereiden en de liturgie vervolgen naar Goede Vrijdag. Eeuwige, we bidden en staan stil bij al diegenen in de wereld die zich verlaten voelen. Vooral in deze tijd van de coronacrisis. Mensen die hun kamer niet mogen verlaten, opgesloten zitten in verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Mensen die sterven zonder dat hun dierbare hun de hand kan vasthouden. Al die mensen ook gevangen, gemarteld, verlaten in kerkers en gevangenissen. Al die mensen op zoek en verlangend naar vrijheid. Eeuwige, er is zoveel mis in onze wereld en we vragen u, blijf ons voeden. Blijf mensen een plekje geven en ons tot steun zijn, dat we met elkaar optrekken om die wereld mooier te maken. Daarom bidden we samen vanuit die verlatenheid. In het verhaal waarin Jezus in Gethsemane, in de hof van Gethsemane, verraden zal worden door Judas. En ze daar in die verlatenheid. En Jezus vraagt zijn leerling om met hem te waken. Tot 3 keer toe. 3 keer. Het getal 3. Maar steeds weer opnieuw vallen ze in slaap. Eeuwige, mogen wij waakzaam blijven. Mogen wij onrecht dat we zien gebeuren in onze wereld eromheen. Mogen wij daar ons tegen uitspreken. Er iets aan doen. Daarom bidden we, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.